Goeiedag iedereen, dus met de naam vandaag, met de eerste episode van Tom Yam Goong. In de lockdown. Wat hebben we allemaal nodig voor de Tom Yam Goong? Goong is eigenlijk shrimp, kanalen in het Thais. Tom Yam is soep, zure soep. Trinity, heel belangrijk. Onmisbaar. Limoenkras. Dat heb ik eigenlijk gewassen. In twee gesneden, de buitenkant uithalen. En ik heb ze geplet met een achterkant van de mes. Dus we hebben twee stuk nodig voor 9 stuk garnalen. Dus ik gebruik vandaag tiger prawns. Ik heb ze allemaal gekeus. Ik heb ze in twee gesneden. Oké, tweede ingrediënten. Galanga. Dus dat ziet er zo uit. Jullie zouden denken dat een stuk gember is, maar het is niet. Als je gember zou proeven, dan is het pikant. En galanga is fris. Dus dat is eigenlijk een beetje yin-yang. Maar wel in dezelfde familie van planten. Kruiden eigenlijk. Limoenblad. Die heb ik gekocht van de Aziatische winkel. Die komt in de diepvriesproductenafdeling. Heel makkelijk voor een pakje dat kan blijven maandenlang. Dan kunnen jullie zoveel mogelijk jullie tom yam goong thuis maken. Thaise peppers. Ik heb ze geplet en in twee gesneden. Die zijn pikant. Dus wij als Thais, wij koken met de zaadjes binnen. Wij halen dat niet uit. Hè? Dat is ook niet de bedoeling dat wij niet authentisch iets laten zien dat ik thuis geleerd heb van mijn boer. Maar vissaus. Heerlijk. Dus dat gebruiken wij in plaats van de zouten, zoals in België. Het is eigenlijk ook heel onmisbaar, omdat dat geeft die zoutige smaak. En het is eigenlijk een proces van gefermenteerd vis. Limoensap. Als jullie dit niet gaan vinden, het is ook die limoencitroen. Oesterswam. 150 gram. Dus van 9 garnalen, dat kan wij gebruiken, dat geeft zo een crunchy textuur in jullie soep. Fijn gesneden. Lentuil, koriander. Ik weet dat veel mensen dat niet lust. Dat kan, dus jullie mogen gewoon niet gebruiken. Hè. Dat is gewoon zoals bij jullie peterselie. Bij ons is koriander wel heel veel gedaan. Dit is optional. Dus mag, als jullie dat niet vinden, dat is helemaal niet erg. Chili paste. Gemaakt, gebaseerd op heel veel garnalen, zongedroogd en dan chili. En natuurlijk goong, dus prawns. Ik heb 9 stuk gebruiken, eigenlijk voor 2 personen. Voilà iedereen, wij gaan nu beginnen te koken. In de pot heb ik een bouillon. Eigenlijk normaal gezien moeten wij dat doen met garnalenbouillon, maar ik heb dat niet op vooraan gedaan. Dus kippenbouillon is ook goed. We gaan beginnen met onze trinities. Dus galanga. Ik heb ze allemaal fijn gesneden in kleine stukjes. Dat is eigenlijk voor 2 personen. Citroenkraas, limoenblad. Dus er is een techniek. Limoenblad moet je een klein beetje... Hoe noemen we dat? Ja. De aroma's uithalen door ze uit te schuren. Hè? Dat is de beste manier om de maximum geur en smaak uit te halen van al die kruiden. Thaise peppers. Gaat erin. Oh, dat is nog niet aan het koken, maar dat ruikt al zo lekker. Wij gaan eventjes wachten totdat het begint te koken. Voor de limoensap en vissaus, eigenlijk voor de smaak af te maken, moeten wij dat op het eind doen. Waarom? Omdat de limoensap, wij kunnen die niet laten koken. Ik ga ook een lepeltje van onze chili paste, dus van de garnalen, dat kan super mooi kleur geven aan de tom yam goong dan. En ook die garnalen smaak. Dus een klein... theelepel. Gaat erin. Even roeren. Begint te koken. Dat ruikt zo lekker.
Zo. Als jullie dat mij willen, dan mag ik ook twee theelepels van mij. Maar ik vind dat voldoende is een theelepeltje. En dan onze oesterswam. Ik heb ze graag in de geheel. Ik vind dat ook qua esthetisch mooier is. Dus ik ga ze allemaal gewoon zo daarin doen. Die zijn super producten. Ik lust zo graag oesterswam. Dat is heel veel vezel. Super goed voor de gezondheid. Eigenlijk, witte champignons zijn goed voor jullie long. Hè? Dus ideaal nu voor de lockdown keuken. Gaan we kijken. Dat ruikt zo lekker. Dus ik denk dat voor de oesterswam moeten we niet langer dan 3-4 minuutjes. Dus ik ga die eventjes laten koken. Dressing time. Dus we gaan die afwerken. We gaan plezier maken aan onze familie, onze kinderen, onze mannen, onze vriendjes. Die moeten jullie echt wel ruiken. Dus dat is voor twee portie. Ik ga zo'n vier in de pot. Dit wordt gegeten bij ons als hoofdgerecht. Maar ik weet dat in België of in Europa wordt ook gegeten als voorgerecht. Dat kan allemaal geen kwaad. Voilà, dat is zo ook zo'n tom yum kong. Het ziet er goed uit, maar het is niet genoeg voor mij. Dus ik heb wat een stukje van wat ik niet gebruikt heb van de citroenkraas. Dus ik leg die daarin. Stukje mooie limoen. Citroenblaadjes. Mijn stukje chilies. Mijn stukje galanga. Nog één ding. Dat moeten wij niet vergeten. Dus die galanga stuk wordt niet opgegeten. Limoenkraas wordt niet opgegeten. Als jullie zou serveren aan mensen die dat niet kennen of voor de eerste keer dat zij tom yum kong of tom yum gaan eten, dan moeten jullie dat uitleggen. Die zijn kruiden om aroma's te maken aan jullie soep. Het is niet de bedoeling dat jullie dat opeten. Dus heel belangrijk, niet vergeten. Tom yum kong voor jullie voor de lockdown. Eerste episode. Hopelijk dat jullie genoten hebben met mij. En nu weten jullie hoe maken jullie tom yum kong, hè? Tot de volgende!